stroomde in vroeger eeuwen de rivier, pal naast deze kademuur. Hier stonden de aanlegstijgers waar de schippers aanmeerden om hun tol te betalen. Dit is het Wilhelmina Park en het hele gebied heet Buiten de Waterpoort. Maar voordat we terug de stad in gaan door die waterpoort, staan we even stil bij de Gorinchemse Wensteen. Een van de diepst bewaarde geheimen van onze stad. Tijd nu om dat mysterie te onthullen. Rond het jaar 1000 vestigden zich hier de eerste boeren en vissers en men noemde deze plek Gorinchemsheim. Hier lagen in die tijd vele zwerfkeien die hier terecht waren gekomen in de ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden. De eerste bewoners hakten de grote keien in stukken om die te gebruiken als bouwstenen voor hun hutten. Maar één kei viel op door de bijna kogelronde vorm. Het was een betoverde steen. Uit één kroniek weten we dat men uit die steen een licht gezoem kon horen. Men fluisterde dat het ging om een drakenei. In de loop der eeuwen werden er magische krachten aan toegeschreven. Vrouwen die geen kinderen konden krijgen, rolden zich met hun buik rond de steen en werden zwanger. Zieken en gewonden vonden er genezing. En de steen deed ook andere wensen in vervulling gaan. Later oordeelde de kerk dat deze zogenaamde wonderkei of drakenei van heidense oorsprong was en dus werd het verboden om er wensen te vragen. Het was alleen aan God om gebeden te verhoren en niet aan een stuk steen. Om dat te bewijzen besloot de bisschop van Utrecht, Jan van Arkel, een einde te maken aan het mysterie. Met grof geweld liet hij de steen in tweeën splijten. Het zoemen hield op en het bewijs was geleverd. Er zat niets in die steen. Het was gewoon een stuk rots. Om er helemaal zeker van te zijn dat niemand er nog aandacht aan zou schenken, werden beide helften begraven. Pas in 1972 kwamen bij grondwerkzaamheden beide delen weer tevoorschijn. De geruchten gingen dat dit die bijzondere steen moest zijn waarvan de oude kronieken van het bisdom melding maakten. Merkwaardig was wel dat in die kantlijn van die kroniek een monnik een paar zinnen heeft gekrabbeld. Bisschop Jan van Arkel heeft beide steenhelften ten lange lest laten begraven omdat bewoners zweren dat de kei niets aan heidense kracht heeft verloren. Er wordt beweerd dat als je tussen beide helften instaat en met de vingertoppen beide delen aan kan raken, je een wens mag doen, die wist en zeker voor de volgende volle maan in vervulling zal gaan. Vandaag de dag hebben sommigen ontdekt dat je met je vingertoppen via je lichaam de energie van beide delen met elkaar in verbinding brengt. Sommigen voelden dan ook een lichte stroomstoot door armen en bovenlijf gaan. Ga daar maar eens tussen staan. Sluit je ogen, voel de vibraties en doe een wens. Toen in de vorige eeuw het nuchtere gemeentebestuur lucht kreeg van dat geheim, werd het op slinkse wijze gecamoufleerd. Twee kunstenaars kregen opdracht om er een modern ogend kunstwerk van te maken. Het heet nu officieel Zwerfkei plus minus. Maar u weet nu welk diepe geheim hierachter schuilt. Als u nog wensen heeft, probeer het. Want 150.000 jaar oerkracht doe je niet teniet door er een kunstwerk van te maken. MUZIEK